Allemaal, ik ga vandaag een review doen van de producten van Stipt Polish Point. Zoals je ziet is de grote schoonmaak bezig in de auto. Ik ga vandaag de interior mat cleaner proberen en de Stipt Clear Gloss. Ik ben benieuwd. Dit is het stuur. Zoals je ziet, hij glimt. Heeft ook wat beschadigingen. Lijkt het op of het is viezigheid. Er staat wel op, het kan zijn dat de beschadigingen meer zichtbaar worden. Nou ja, we gaan het zien. In principe moet het stuur mat worden. En als er beschadigingen op zitten, dan gaan we dat zien. En nu gaan we hem... Goed. Worstelen. Hij is nu één keer gedaan. We nemen hem af en we sprayen hem nog eens in. Terwijl het stuur dan droog is, gaan we de pook doen. Deze is niet beschadigd. Dus deze zal wel weer fabrieksnieuw tonen. En later gaan we nog even het dashboard een beetje mat cleaner geven. Maar zoals je ziet, hij is aan het drogen. En ja, dan komen de beschadigingen naar boven. Maar hij is wel echt schoon. En hij wordt hier alweer mooi mat. Het stuur is inmiddels opgedroogd. Zoals je ziet zijn alle knopjes weer mooi mat. Het stuur zelf is ook mooi mat geworden. Ja, hij is wat beschadigd. Maar goed, dat had ik kunnen weten. De producten doen echt hun werk. En zeker als je geen beschadigd stuur hebt, dan zal dit ook gewoon allemaal mooi mat opdrogen. Eigenlijk moet ik ooit gewoon een keertje opnieuw bekleden. Maar dat doet er verder niet toe. Hierna gaan we nog even de leather protector erop doen, zodat hij ook mooi mat blijft. Maar de pook daarentegen, die is wel helemaal mooi mat geworden. Onbeschadigd. Dus zoals je ziet, topproducten. Nu gaan we nog even het dashboard doen. Kijken wat daarvan wordt. Het is al niet heel slecht. Dus ik ben benieuwd. Het hele dashboard is gedaan. Daar zit mijn... co-pilootje. Ik ga hem nu afnemen. Ik ben heel benieuwd. Dit is het resultaat. Moet je eens even kijken. Ik zeg... Wow, fabrieksnieuw. Pluisje. En dan de semi-fabrieksnieuw. Dit is echt een top. Moet je kijken hoe mooi dat dashboard is geworden. En alles is schoon, zoals de ventilatiegaatjes. Hier hebben we mijn mooie stuur weer. Dus ook voor kunststof, wat er ook op staat natuurlijk, is het echt een aanrader. Want kunststof hoort ook mat te zijn. Ja, behalve dat dan natuurlijk. Echt een aanrader. Nu de ruitenreiniger waar we allemaal op zitten wachten. Insprayen en uitpoetsen. That's it. En streepvrij is hij dan. Ben benieuwd. En poetsen maar. Dus echt een ruitige reiniger waar je geen wissertje voor nodig hebt. Even poetsen en streeploos. Moet wel bijvertellen dat ik ook meteen de binnenkant heb gedaan. Echt een aanrader.